Nou, over deze kaartavond wil ik het niet eens meer hebben. Het is dinsdag. Ik ben net weer lekker door de regen gaan. Dan ga je de deur uit, is het droog. En dan ben je eenmaal op de fiets en dan gaat het regenen. Ik hoop mijn jas dan hier, kan die drogen. Want op de kapstok tegen alle jassen aan, droogt die altijd minder snel. Ik heb zoveel extra projecten gedaan. Dat ik een beetje achterlig met de gewone dingen die ik moet doen. Dus ik ga echt even me bezig houden met de was. De kasten zijn gewoon echt leeg. Dus we hebben bijna niks om aan te trekken. Dus dat ga ik even doen. Heleboel kleding weer. Mega fijn. Want ik heb niet zoveel in. Ik heb net al een lading ingehangen. Ook heel veel sokken. Zo. En onze slaapkamer die is ook alweer een stuk verder. Alleen... ik bedacht me dat het misschien leuker is om dat pas te laten zien als die helemaal af is. Want nu zie je dan elke keer een stukje en we zijn wel in de opbouwfase. Maar ja, ik vind dat gewoon leuker. Dan zie je echt, tadaa, dit is het geworden. Dus dat ga ik in ieder geval even doen. Dus nog even wachten en ik weet niet hoe lang dat gaat duren. Want dat is bij ons altijd afwachten wanneer het kan en hoe snel dat dan gaat. Maar goed... we hebben er in ieder geval zin in dat die af is. En daar zijn we ook echt aan toe. Want het duurt nu toch al langer dan gepland. Dus ja. Ik gelijk zo nog even een wasje weer draaien. En dan zorgen dat alles uit de was weer in de kasten komt. Ik ga even lunchen. En ik heb zoiets lekkers. Rijst en wafels met pindakaas, dat vind ik zo lekker. En ik zet gelijk mijn laptop aan, want ik ben gisteren natuurlijk heel ver gekomen al met foto's uitzoeken. Maar ik moet foto's afdrukken, dus die ga ik op de computer even verder uitzoeken. Ik had al een stukje gedaan gisteren. En dan wil ik ze gelijk bestellen en dan kan ik daarna verder als dat er is. Dat is het laatste wat ik daar nu voor moet doen... en dan afwachten tot ik alles binnen heb. Want dan kan ik verder met het project. En dan kan ik daarna even heel erg hard mijn gewone huishouden op orde krijgen. En als de slaapkamer af is, moet dat natuurlijk ook nog allemaal gedaan worden. Dus ik hoop wel dat het allemaal binnenkort snel kan gebeuren. Dan zijn we weer een stapje verder. Heel de tijd druk bezig geweest. En nu moeten ze inladen. En nu gaat het balkje niet lopen. En ik moet over een kwartier naar school. Ik moet Mila Serre ophalen. Dus ik hoop echt dat hij nu even snel gaat opschieten. Oh, ja, yeah, daar komt hij. Allemaal net op tijd gelukt. Gelukkig. En gelijk jas aangedaan. En onderweg naar school en die meiden ophalen. Mila blijft ook eten vandaag. En dat vinden ze zo leuk. Dat hebben ze me net al 100 keer verteld. Dus helemaal gezellig. En daarna, even na het eten, brengen we Mila weer naar huis. Ik vind het altijd leuk als er een kindje weer komt spelen. Want het is altijd zo gezellig. Dan heb je zoveel vreugde in huis. Dus, en het is droog. Het is echt even droog voor het eerst vandaag. Daar word ik ook blij van. Echt. Meiden zijn zo leuk aan het spelen. En we hebben net gegeten. En Marco is een toetje aan het halen. Dus die is zo terug. En daar heb ik trek in. En dat is niet goed. Want ik let op mijn calorieën. Want min 14 kilo, maar goed. Het klinkt alsof het oorlog is, maar ze zijn heel lief aan het spelen. Ik hoop dat Marco echt aankomt. Duurt te lang. Duurt te lang. Duurt te lang. Ik ben een baby. Dat was raar. Onze ijsjes zijn er. Kindjes hebben met sprinkel chocola en hagelslag. En wij hebben allebei met sprinkel. Dat zijn de lekkerste. Mila werd thuis gebracht en het waait, joh, is echt niet normaal. Het is donker. Oh, daar komt weer licht.
En ik moet zo 2 vlogs editen. En Sarah had een wekker gekregen met de kerst, maar die is kapot. Dus die moet ik even retour gaan sturen. Ik had wel de adres, maar dat moet ik nog even doen. Dus daar moet ik voor kijken. En ik moest nog iets doen. En dan weet ik het niet meer. Mijn vlog staat te uploaden. En we gaan even een potje kaarten. Marcus is nog even naar de auto gelopen. Die was net weg. En die komt thuis en die zegt... volgens mij ligt mijn telefoon nog in de auto. Dus ik ben alles aan het klaarzetten. En dan moet ik hem even in gaan maken. En dat lukte de eerste 2 dagen dat we speelden wel. En gisteren lukte dat me niet zo. Dus ik ben benieuwd. Maar ik moet gewoon winnen. Want ik kan niet mijn man laten winnen. Dat is een slechte zaak. Dus... aan de kaarten, want het speelt met 2 spellen natuurlijk. Of natuurlijk, als je het spel kent. Hebben we door elkaar laten zitten. En ik had ze gisteren al geschud. Dus ik heb het zo klaar. Nog 1 keer voor de sier schudden. En dan is het klaar. Ik moet wel eens even kijken wie er aan de beurt is om te delen. Oh, dat ben ik. Dat is mooi. Het is echt niet mijn dag. Dit zijn mijn punten. En dit is Marco. Zo krijgt hij het gewoon. En hij gaat nu uit. Dus bij mij gaat dit er nog af. Het slaat helemaal nergens meer op. Jij krijgt echt alles vandaag. Nerd. Blijf zeggen aan Fer. Hij heeft me echt nu zwaar ingehaald. Niet tof. Nou, over deze kaartavond wil ik het niet eens meer hebben. Ik ben zo ingemaakt. En ik zei natuurlijk dat we dat niet gingen doen. Maar dat is uiteraard nu wel gebeurd. Ik ga iets over het einde met. Valt mee. Dus ik ga lekker boven in bed erbij kruipen. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. Reageren kan op mijn Facebookpagina Mama op Hakken. En dan zie ik je morgen. Doei doei!